President Desi Bouterse gaf op deze regenachtige donderdag op vragen van journalisten te kennen dat de wisselkoers voor de US dollar 7 Surinaamse dollar en 75 cent zou moeten zijn, die koers is nu ver daarboven. Het streven is erop gericht om de koers naar 7 Surinaamse dollar en 75 cent te brengen, waarna de situatie verder zal worden geëvalueerd. Het staatshoofd bleef vaag over hoe de koers omlaag zal worden gebracht. Hij verwees hierover naar governor Robert Van Tricht van de Centrale Bank van Suriname. Van Tricht is bezig met banken en andere financiële instellingen met een pakket van maatregelen die de koers op het gewenste niveau moet terugbrengen. Nu is de koers boven de 8 Surinaamse dollar en 30 cent voor de US dollar. Bouterse zei dat hij geen mededelingen kan doen over de koers, omdat hij geen toezeggingen kan doen die niet in zijn handen liggen. Hij zal de governor vragen om speciaal over aanpak van de koers een gesprek met journalisten te hebben. De president is er wel van overtuigd dat de koers naar beneden kan.